heb ik de grote eer om de volgende spreker aan te kondigen. Veel, vele zwarte krollen. Een mooie vrouw met een mooie carrière. En ik zal u iets verklappen. Weet u waarom ik erop gestaan heb om ze minister van Justitie te benoemen? Wel, ik dacht, het is belangrijk om het alcoholgehalte naar beneden te halen. En wie beter dan Annemie Tortelboom kon dit verwezenlijken? Dames en heren, Annemie Tortelboom. Je moet niet verlegen zijn, kom maar, kom maar. Dank u wel, premier. Zo spreken wij onze premier aan. Dank u wel. Wij hebben daar altijd heel veel respect en eerbied voor. Hij merkt dan niet altijd, de premier, dat zijn ministers naar hem luisteren. Maar in theorie klopt dat. Maar beste vrienden, allemaal welkom dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn in deze toch wel fantastisch mooie kapel, ik moet zeggen. De laatste keer dat ik in een kapel heb gesproken, alleen niet in een kapel, maar ik was de eerste persoon die ooit in de basiliek van Koekelberg heeft mogen spreken. In de basiliek zelf. Want je weet natuurlijk, ook de kerk is in crisis. En zij verhuren een deel van de basiliek voor het jaarlijkse Fire Forum. Toen ik nog minister was van Binnenlandse Zaken. En ik mocht bovenaan, zo op een van de okzalen, of hoe heet dat, spreken. En langs de andere kant was het walking dinner. En ik moet zeggen, ik had een wit vestje aan, er is een foto van, en het leek wel alsof ik een verschijning was in die basiliek. Maar hier is het echt met gelukkig een beetje meer licht en toch wel deze fantastisch mooie omgeving. Beste vrienden, bij de start van 2012, we zijn al een eindje in januari, maar toch wil ik met alle freaks hier in de zaal die zodanig veel met politiek bezig zijn, toch ook wel op het hart dragen en jullie willen zeggen dat we niet mogen vergeten in 2012 om vooral ook een goede gezondheid te hebben, voldoende tijd te nemen voor uw vrienden en familie. Ja, wie zegt het? Als mijn familie hier nu zou zijn, dan zouden ze zeggen, ze zou misschien beter thuis zijn gebleven, maar goed, wat. Want dat zijn toch wel de belangrijke zaken, zeker op de momenten dat we voor zo'n belangrijk jaar staan en waarbij dat we allemaal zeer geconcentreerd zullen bezig zijn met de verkiezingen van 2012 en van oktober. En ik denk, zo bij de start van een nieuw jaar is het ook altijd goed om even achterom te kijken. En eerlijk gezegd moet ik zeggen, ik wou eigenlijk dat ik 2011 zo snel mogelijk kon vergeten. Het was een jaar van anderhalf jaar politieke stilstand. Een jaar waarbij wij als partij nota's schreven, naar onderhandelingen gingen. Onderhandelingen die vastliepen, de nota's een beetje probeerden te updaten. En waarbij we eigenlijk zo fantastisch bezig zijn dat je op je home-trainer verder gaat. Je levert grote inspanningen, maar je gaat eigenlijk in het echt geen meter verder vooruit. Daarom ben ik ook zo blij dat we eind van het jaar toch wel een doorbraak hebben kunnen hebben in die onderhandelingen. Dat de krachten in ons land die echt iets willen veranderen, die echt hun nek willen uitsteken, dat die erin geslaagd zijn om een akkoord te maken. En het lijkt al lang vergeten, maar we hebben daar toch wel een stevig communautair akkoord gesloten. Dat een probleem dat al 40 jaar in de wetsraad, het spook van de wetsraad bleef, waar Brussel alle Vilvoorde, waar een politiek akkoord is om het te splitsen. En waar eind dit jaar ook het effectief in wetten zal gegoten zijn. En eer wie eer toekomt, het zijn vier jonge Vlaamse partijvoorzitters die op dat ogenblik aan de touwtjes trokken, die ervoor gezorgd hebben dat ze een akkoord hebben kunnen maken. Niet in het minst onze partijvoorzitter. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een regeerakkoord gesloten waar niet altijd makkelijke zaken in staan, maar waar essentiële zaken in zitten om ervoor te zorgen dat deze periode van crisis, dat we die ook kunnen gebruiken als een opportuniteit voor de toekomst. En dan kijk ik natuurlijk naar Vincent, die eind van het jaar er ineens is ingevlogen, die de pensioenhervorming
die Alexander onderhandeld had, onmiddellijk heeft uitgevoerd, een pensioenhervorming. Wat alle Europese landen al gedaan hebben, waar Europa van zegt je moet het doen, waar het IMF, het OESO, heel veel internationale instellingen van zegden, al jaren aan een stuk, dit moet je toch wel echt realiseren, dit moet je toch wel echt doen, zijn wij erin geslaagd met een liberale minister om die toch snel te kunnen realiseren. En toen het regeerakkoord gesloten is, toen hebben wij er als partij voor gekozen om die departementen te kiezen die kunnen instaan voor hervormingen. Daarom pensioenen, de hervormingen, zo belangrijk. Daarom asiel en migratie met ja, ons magie, hè? Ons magie van om de hoek. Die asielproblematiek, toen ik 3,5 jaar geleden op migratie zat, de harde tante was en onmenselijk was en een veel te streng beleid had, zijn we er nu in geslaagd om ook effectief andere partijen daarvoor te overtuigen en dat ook in uitvoering te brengen. En ikzelf dan natuurlijk, kwaadtongen beweren wel eens, dat ik na gisteren 2 kamikaze-opdrachten heb. Niet alleen justitie, maar er nog één bij, dat is Antwerpen. Maar justitie is natuurlijk ontzettend veel werk te doen. Waar 12 jaar geleden, na de ontsnapping van Dutroux, dat daar de politiehervorming op gevolgd is, met een schaalvergroting, met meer vertrouwen vandaag in de politie dan 10 jaar geleden, met een professioneler werken en vooral meer werelddoorstroming van informatie, is de justitiehervorming na 12 jaar, na heel veel studies, na heel veel inkt dat er gevloeid is, nog altijd op vandaag niet uitgevoerd. En het zal voor mij de taak zijn om dat ambitieuze regeerakkoord over justitie, om dat uit te voeren op nog nooit een zo kort mogelijke periode. En als ik voor mezelf kijk naar justitie, dan zie ik vooral 3 grote uitdagingen. Ten eerste, de computers bij justitie. Er kwam vorige week iemand bij mij en zei, mevrouw de minister, ik heb ongelooflijk goed nieuws voor u. Ik zeg, ah, vertel. Dat is altijd plezant als gastminister iemand binnenkomt die denkt, ik ga je blij maken. Tegen het einde van de legislatuur heeft elke magistraat een gestandaardiseerde computer. En ik dacht dat dat eigenlijk 10 jaar geleden al zo zou moeten zijn. Om maar te zeggen hoe groot het werk daarop nog is. Dus daar zal de taak zijn om ervoor te zorgen dat we het ambitieuze projecten op ICT, dat we die vooral beginnen uit te voeren, dat we doen en dat we overgaan tot de actie. En ik weet het, of jullie weten het of jullie weten het niet, ik ben de 2e vrouw op justitie. Ik ben de 1e economiste en deze week zei een magistraat tegen mij, mevrouw de minister, je moet ons altijd wat tijd hebben om ons gedacht te zeggen, maar ook niet te veel, want wij kunnen dat eigenlijk niet aan om te lang te denken, want dan beginnen we onszelf te verliezen in alle teksten die we zelf schrijven. En ik vond dat eigenlijk wel een mooie opening om te zeggen, wie weet heeft justitie wel eens een economist nodig die het op een andere manier bekijkt en die vooral kijkt op welke manier kunnen we het efficiënter doen, op welke manier kunnen we zorgen dat die achterstand die er bij het gerecht is, dat die sneller kan weggewerkt worden, maar vooral ook, en dan kom ik bij mijn laatste prioriteit, die ervoor kan zorgen dat er in ons land ook meer gevangeniscapaciteit komt. Een belangrijk liberaal strijdpunt, want wat ben je ermee? Wat ben je ermee als je uitspraken hebt van rechters, als je supergoede advocaten hebt, als je ongelooflijk veel kwaliteit hebt? En ik moet zeggen, na 2 maanden op justitie zeg ik u, het beeld van justitie naar buitenuit klopt niet met het beeld van de mensen die ik aan mijn bureau heb. Het beeld van de wereldvreemde mensen die niet weten wat er eigenlijk leeft, klopt niet met de realiteit van de mensen die ik zie, die zeggen, wij willen ons moment nu pakken om die justitiehervorming te doen en wij willen u daarbij helpen. Maar natuurlijk, het sluitstuk, de strafuitvoering, dat is een kwestie van genoeg plaatsen. Dat is een kwestie van ervoor te zorgen dat je niet alleen kunt zeggen dat gevangenisstraffen onder de 3 jaar nooit uitgevoerd worden, maar zal het ook voor ons als liberalen heel belangrijk zijn om daar stappen in vooruit te zetten. En ik weet dat zeker op momenten van economische crisis, dat pensioenen, dat arbeidsmarkt, dat budget superbelangrijk is, maar ik weet ook dat op zo'n moment veiligheid ook superbelangrijk is. Want als mensen zich onzeker voelen in hun leven, omdat ze misschien schrik hebben om hun job te verliezen, omdat ze misschien schrik hebben dat hun pensioen niet meer zal betaald worden, op dat moment voelt je je ook een stuk onveilig. En net op die momenten vraag je ook meer van veiligheidsdepartementen. Vraag je vooral, is de tolerantiedrempel lager en moeten zij er ook staan? Maar ik denk dat met dit regeerakkoord, dat we daarmee
voor een moeilijke periode gaan in de politiek. Het zal geen gezondheidswandeling zijn, maar wel van een periode waarvan ik weet dat er een groot verschil zal komen tussen partijen die aan de zijkant staan, die altijd zeggen dat dingen moeten veranderen, maar die het uiteindelijk niet doen. En we hebben het deze week nog gemerkt. En inderdaad, we zitten in Vlaanderen in oppositie. Maar op het moment dat we een bevoegdheid aan Vlaanderen willen geven, dan heb ik vooral stress gemerkt in Vlaanderen. Dan zeiden we, wat moeten we daarmee doen? Op welke manier moeten we dat invullen? Nochtans zit daar de partij in met de minister. Ik ga hem nu niet meer aanvallen dan dat hij deze week al aangevallen is. Maar die eigenlijk zou kunnen zeggen, die hypothecaire aftrek, ik neem dat in handen en ik ga in Vlaanderen zorgen dat jonge gezinnen op die manier nog meer kunnen doen, nog makkelijker een huis kunnen kopen. Ik ga nog meer een duwtje in de rug geven. Maar nee, wat was het antwoord? Algemene stilte, cacophonie en eigenlijk niet weten hoe het aan te pakken. Maar ik weet natuurlijk, beste vrienden, dat wij ons als ministers in die regering met een regeerakkoord, waarbij we de hervormingsdepartementen geclaimd hebben, dat wij ons toch ook echt wel gesteund weten door een goed team van jonge Turken in onze parlementen. En als ik bijvoorbeeld kijk alleen maar in onze eigen provincie, naar Philip de Bakker, die Europees parlementslid is geworden. Ik moet zeggen, ik kan de perscommuniqués niet bijhouden die in mijn mailbox van hem komen. Ik denk altijd van, Philip is precies de enige in Europa die daar werkt. Dat is natuurlijk al een gekheid op een stokje, want dat klopt niet. Maar een Gwendoline Rutten, die ook in de commissie keihard werkt in het parlement, echt grenzen verlegt en die na een jaar in het parlement in geslaagd is om er te doen alsof dat ze daar al jaren zit. Met een Willem-Frederik Schils, dan moet ik toch wel zeggen dat daar ontzettend veel kwaliteit zit en dat we zeer gerust mogen zijn in de toekomst van onze eigen partij. Dus als we onze hervormingsdepartementen tot een goed einde kunnen brengen, als we ons gesteund weten door bij wijze van spreken al die jonge mensen die hard aan het duwen zijn en die op een bepaald moment terecht staan te dringen voor een podiumplaats, dat we er alleen maar kunnen komen. Maar natuurlijk, beste vrienden, ik sta hier natuurlijk ook op het jaar waarbij wij en jullie voor de aardsmoeilijke opdracht staan om in oktober de verkiezingen te winnen. En ik weet dat de partij hier in Zoersel geen gemakkelijke periode achter de rug heeft gehad. Ik hoop dat die pagina een stuk is omgedraaid. Ik hoop vooral, en ik weet dat ik hier vorig jaar tijdens een vakantie een beetje gekampeerd heb, denk ik. Ik reed van de ene avond reed ik van de ene en de andere avond naar iemand anders. Maar daarom dat ik zo blij ben dat jullie hier vanavond met zoveel zijn, omdat ik weet dat er één zaak is dat we nooit mogen vergeten. De interne cohesie, het interne denken, is er alleen maar omdat je aan politiek doet om dingen te veranderen in je gemeente, om dingen te veranderen in je samenleving, om naar buiten te kijken en te kijken op welke manier dat je die veranderingen, dat je samenleving liberaler kunt maken, dat je samenleving vrijer kunt maken, dat je samenleving, dat je gemeente nog beter kunt maken dan ze vandaag is. En daarom zou ik toch vandaag willen Christophe, die hier de voorbije maanden, denk ik, en Christophe, voilà, ik ben naar u aan het kijken, echt wel willen bedanken voor al het werk dat je hier de voorbije maanden hebt gedaan. Niet altijd in makkelijke omstandigheden. Ik herinner me nog de telefoon die ik naar u deed, om te zeggen, Christophe, ik heb eigenlijk een beetje een mission impossible, dat is wat men mij nu ook zegt in Antwerpen. Voilà, jij gaat naar Brasschaat, ik ga naar de stad. Dus je ziet, er is een politieke beweging op het veld. Maar wil ik je toch uitdrukkelijk bedanken voor alle inspanningen die jij de voorbije weken en maanden hebt gedaan hier in de gemeente om ervoor te zorgen. Laat ons vooral naar buiten kijken. Laat ons vooral een goed programma hebben, zodat we die kiezer hier in Zoersel kunnen overtuigen in oktober 2012. En ik wil jullie alleen zeggen, als jullie mij nog nodig hebben de komende maanden, dan kom ik met plezier. Maar na gisteravond sluit ik niet uit dat ik jullie ook af en toe opbel, omdat ik jullie zal nodig hebben in stad. Dank u wel. Ik was bijna gevallen. Al goed dat de regering niet valt. Maar wij willen u echt van harte bedanken voor deze mooie toespraak. En dan is het nu de tijd om het woord te geven, aan
onze lijsttrekker Walter van Opstraeten.